Goeiedag, zijn we weer. Dit is Kazolle, mijn naam is Casper en welkom terug bij Planet Coaster en Lake Pleasure. En wij gaan eens even vandaag, ik heb toch het idee dat dit, die toertjes zijn gewoon veel breder. Het lijkt net alsof dit toontje breder is dan dit toontje, maar voor mij is dat echt gewoon... Ja. Goed, wat wil ik dus doen? Sorry, wat wil ik nu eigenlijk gaan doen? Ik wil beginnen met de basis van het kasteel te gaan bouwen. Dus uiteraard de raampjes, de deurtjes, alles erop en eraan. En eens even kijken of wij ook binnen al wat eetinkjes kunnen plaatsen. Dat is een beetje het doel van deze episode. Ik ga eens even kijken of die toontjes inderdaad wel goed zijn. Ik heb nog steeds het gevoel nou, dat dit toontje breder is als dit toontje. Maar ja. Zal weer aan mij leggen. Goed, we gaan bouwen. Heel veel plezier. Voordat we gaan bouwen trouwens. We gaan dus de boel nu lekker versneld doen. En na het bouwen kom ik even weer terug. En laat ik even zien wat ik gebouwd heb. Dat wou ik even zeggen. Veel kijkplezier. En een leuk muziekje. Komt er ook nog aan. Adios.
Goed, welkom terug bij de normale snelheid weer. Ja, ik moet zeggen, ik vind het best wel een leuk dingetje geworden. Wat heb ik gedaan? Ik zal wel eventjes de muziek erwassen trouwens. Want daar wil je niet vrolijk van trouwens. Zo. Ik heb dus de potverdorie nog toe. Nog een keer. Goed zo. Ik heb dus deze toren gemaakt. Ik weet niet of ik nog niet of ik hem ga kopiëren, ja of nee, maar deze. Misschien dat deze wel heel anders gaat eruit zien als deze. Ik denk dat het toch al wat speels is, denk ik. Wat mooier is, denk ik. Als je ze een beetje speels maakt. Dus een beetje allemaal apart. Misschien dat het wel een ander kleurtje krijgt als dit ding, denk ik. Ik weet niet helemaal zeker. Ik heb er wat houtwerk met eraan geschroefd. Hier een mooie rozenhaag. En hiervoor mooi de raampjes, balkonnetjes en wat tuinplantjes en bakjes gemaakt. Binnenkant heb ik ook al wat aangepast. Ik heb hier dus de Main Street gemaakt. Hier zitten dus nu vier winkeltjes. Hier komt nog zo'n boog wat ik daar ook heb staan. Dus hier zo, zo'n boog. En hier heb ik al een klein paadje neergelegd voor de staff building. Daar kunnen ze rustig even bijkomen van de dag, personeel. Ja, wat ik zou zeggen, ik denk dat ik hier nog wel een aantal dagen mee bezig ben, denk ik, om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, jongens, die zitten nu op zoek naar een staff building. Ja, die komt eraan, dus even geduld alsjeblieft. Nou, ik vind dit gebouwtje al erg goed gelukt. En ja, ik ben nog niet helemaal tevreden met de looks van het kasteel zelf. Ik vind een beetje dat hij recht toe recht aan loopt. Misschien dat ik de hoeken wel wat ronder ga maken misschien. Het kan zomaar even. En dat is dus een dingetje voor onze volgende aflevering. Ik wil het hierbij laten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. En een keer een comment. Ook altijd welkom. Like en share dit video. Want dat vind ik hartstikke leuk als je dat doet. En laat ook eens een keer wel weten wat je graag in dit park wil zien staan. Wil je een mooie dark ride of wil je een mooie dikke vette rollercoaster of een mooie achtbaan? Weet ik het. Laat eens even achter hier in de comment. En dan kan ik altijd even naar kijken wat ik ervan vind. En of dat eventueel in de toekomst in mijn parkje komt. Nogmaals dank voor het kijken. Ik zou zeggen tot snel. Tot de volgende. Keep it safe, stay safe. De groeten. Dag.